Hogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Adviesgroep Mulderijverzekeringen, A28 Personeel en Opleidingen, Drukkerij Ballast en Hilbrink, Volksgroothandel Hogeveen, Nijenhuis Uitzendbureau, Hogeveen Mannenmode, ING, Tankstation Klok, Albert Heijn Overijn en de Businessclub Hogeveen. Ja, Vincent Couillet, 4-0 nederlaag. Komt hij hard aan of zeg je van ja, dit is op dit moment waar we staan met de wijn? Nou, verliezen is natuurlijk nooit leuk. En als het met 4-0 is, dan lijkt het op papier een hele grote uitslag. Maar als je kijkt naar de fase waar we in zitten, denk ik dat we in een opbouwende fase zitten. We hebben 2 weken terug tegen Hollandse Veld al even ervaren hoe het in derde klasse voetbal kan gaan. Nou, je trek je nog gelukkig in de laatste minuten met 5-4 over de streep. Ja, en nu zat het even niet mee. Ja, en elke kans was min of meer raak. Hè? Want verder gaven beide ploegen weinig weg en gebeurde er niet veel. Nee, klopt. Beide kanten werden weinig gecreëerd. Een indraaiende corner die bij de tweede paal binnenvalt en een goed schot. Vanuit de 16, waar vanuit onze kant geen druk op de bal is. Of net te laat. Ja, en die waait ook binnen. Ja, dat loopt er tegenaan en dat is zuur. Terwijl ik het eerste kwartier denk van, nou ja, toen waren jullie misschien wel de bovenliggende partij. Ja, in balbezit, vooral het eerste kwartier waren wij gewoon goed. Kwamen ook in ons spel. En nou goed, zoals je net aangaf, in de fase waar we zitten, focussen we ons daar ook op. Hè, om aan de bal gewoon te gaan voetballen. En lef en durf te tonen. Maar met een hele jonge groep gaat dat soms met wat pieken en wat dalen. En nu zat het helaas even tegen, zoals ik zei. Ja, wat probeer je in de rust dan nog te bespreken? Van wat meer de lange bal naar voren? Nou nee, in eerste instantie niet. Want wat ik zeg, we zitten echt met die opbouwende fase. Dat we echt willen voetballen via het middenveld naar voren tot kansen komen. Gelijk een lange bal gaan hanteren heeft geen zin. Hebben wij de spelers ook minder voor op dit moment. Dus we moeten echt wel via het voetbal hebben. Ja, en dan moet je gewoon geluk hebben dat een bal, of net in de laatste fase die wel goed valt. Dat het misschien nog 1-2 wordt of 2-2. Dat je dan weer door kan drukken. Maar goed, op het laatst loop je 2 keer tegen een counter aan. En dan wordt het 0-3, 0-4. En dat doet er eigenlijk niet meer toe dan? Nee, dat is, als je kijkt naar het wedstrijdbeeld, is dat standaard denk ik altijd. Zelf ga je meer naar voren voetballen met 3 man achterop. Je probeert het hoger op aan de zijkant te gaan staan. Ja, en dan geef je achterin de ruimtes weg en dat wordt dan afgestraft. Ondanks de nederlaag toch ook wel een beetje genoten in het veld. Want ja, je speelt tegen Marcel Lindhorst en zo. Ik kan me voorstellen dat dat ook nog wel weer speciaal is. Ja, tuurlijk. Je speelt tegen jongens die je ook kent. Ook uit je tijd dat je zelf bij Hogeveen hebt gespeeld. Maar sowieso de derde klasse is denk ik gewoon heel leuk om in te spelen. Met heel veel derbies in de regio. Dus dat maakt het wel extra speciaal. Dat dan ook de eerste wedstrijd gelijk de eerste derby is. Is hartstikke leuk. Nou, nogmaals, als je dan verliest is het wat minder leuk. Even naar jou kijkend, je bent min of meer een beetje de opa van de ploeg, hè? Nou ja, goed, gelukkig wordt door de groep niet gezegd en dat wil ik ook voorkomen. Dus jammer dat ik dat niet zeg. Jammer dat jij het zegt, ook nog op beeld, dus dat wordt helemaal zuur. Wordt waarschijnlijk al overgenomen, maar dan hoop ik snel de kop in te drukken. Nee, dat klopt. Ze kijken naar vorig seizoen, er zijn 11 jongens weggegaan naar de degradatie. En die worden nu opgevuld met jongens van eigen jeugd. Nou, het is voor ons een tussenjaar, een opbouwjaar. En wij hopen gewoon stappen te zetten en gewoon lekker ook stabiel in de derde klas te blijven. Want met die nieuwe degradatieregeling moet je wel oppassen. Ja, eerst 8. Ja, klopt. Nou ja, dat is de focus. Natuurlijk ga je voor promotie, kampioenschap. Maar we hebben na vandaag nog 25 wedstrijden. En we gaan zeker punten pakken en we zullen zeker groeien in het voetbal. Dus positief. Ben je een beetje verlengstuk van de trainer? Nee. Patrick, de trainer, die heeft het zelf goed voor elkaar. Aaron Petstra, assistenttrainer, die staat er ook nog wel tussen. Tuurlijk, je hebt wat meer contact met de trainer. Ook kijken naar vorig seizoen, wat we daar gewend waren en wat we daar deden. Maar zoals ik aangaf, we staan met een hele nieuwe groep. Dus hij kan helemaal zijn eigen hand zetten naar de groep. En tuurlijk, ja, je praat dan met hem en je hoopt in die manier ook de jonge jongens mee te trekken. Maar dat hoop ik voor mezelf ook de rol te hebben. Ik hoop nog lekker in het seizoen met plezier te voetballen. Gezond te blijven, geen blessures op te lopen. En als ik jonge jongens kan helpen, doe ik dat heel graag. Heb je trouwens ambitie om uiteindelijk hierna trainer te worden? Want ja, je bent natuurlijk altijd jeugdtrainer geweest ook, hè? Ja, klopt. Ik heb mijn diploma's daarvoor. Nee, ik heb niet gelijk die ambitie. Ik werk nu bij een bedrijf waar ik ook contact heb met bij Angel Inc. Waar ik contact heb met amateurvoetbal. Op die manier probeer ik wel mijn binding te houden. Maar goed, andere dingen gaan op een gegeven moment ook belangrijk spelen. Maar goed, zeg nooit nooit. Maar direct naar jaar dat ik gestopt ben, nee. Gewoon niet gelijk jeugdtrainer. De rug rechten maar weer komende week. Ja, zeker. Rug rechten, borst weer vooruit. We gaan dinsdag weer lekker trainen. We gaan ons de focuspunten weer verbeteren en uitgroeien. En op naar Veenhuizen volgende week.